Dat wil ik niet vertellen, hoor. Kijk, elke veiling heeft de meeste werk. En die hebben wij ook te pakken. De koeienschilderij is nou gemaakt door de directeur zelf. Oh. Ja, ja. €36 voor deze koeien. Die wil ze niet in zijn huis hebben. €36. €37. €38. Jij hebt ook geboden. En wat heeft dit moeten kosten? €29. En wat is het? Het is een prikbord waarop je je herinneringen kan plaatsen, denk ik. Het ziet er wel mooi uit, hè? Ja. Weet je welke klas het gemaakt heeft? Ja, mijn klas, de groep van Els. Oei, en waar ga je het neerdoen? Waar ga je het neerzetten? In mijn kamer. Veilingmeester, ja. Hoe is het gelopen? Ja, het is goed verlopen. Dus om trots op te zijn. Een zaal vol kinderen, ouders, opa's en oma's. Die met elkaar trots zijn op de producten die de kinderen gemaakt hebben. En ze hebben ook goed de portemonnee getrokken. Om voor het goede doel van OPOT, het Wereld Natuurfonds, hun bijdrage te doen. En begon echt even elkaar op te bieden. Moest even warm draaien en daarna was het fantastisch. Dus nou, ik denk dat we een hele mooie opbrengst hebben. En vooral dat de kinderen ook heel veel trots hebben dat ze hebben kunnen laten zien wat ze gemaakt hebben met elkaar. Ja, want het is niet alleen een veiling. Ze hebben er ook de afgelopen week aan gewerkt. Ja, het is een heel project geweest van de kinderen waarin kunst centraal heeft gestaan. Dus ze hebben in de lessen hebben ze allerlei kunstprojecten gemaakt met elkaar. Ik vind het belangrijk voor kinderen. Het gaat niet alleen om de cognitieve vaardigheden. Het gaat niet alleen over de kennis, ook belangrijk, maar daarnaast de creativiteit, het wat met je doet, het kijken naar kunst, het maken van kunst en dat beleven. Ja, dat is prachtig binnen die ene plantschool hier, de driehoek. Dit is wel heel mooi, hè? Wat heeft het nou moeten kosten? Deze, €26. En er is met liefde aan gewerkt, ja, ik, zeker. Weet u van welke klas dit komt? Ja, dat is van de klas van Cosmo. Oh, mooi. Ja. Nou, ik zou zeggen, geef het een mooie plaats. Dat ga ik zeker doen.